Het is vandaag de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het Kinderrechtenverdrag werd van kracht op 2 september 1990 na ratificatie door 20 lidstaten van de VN. Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat het verdrag is aangenomen. Ook in Suriname is er stilgestaan bij deze dag. In de congreshal is er een nationale kinder- en jeugdsummit gehouden. Volgens minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken is dit verdrag het meest geratificeerde verdrag ter wereld. Dit geeft aan dat de wereld erkent dat kinderen de belangrijkste factor zijn in het ontwikkelingsproces. De bewindsvrouw zegt dat kinderen elke dag met nieuwe uitdagingen te maken krijgen. Hoe om te gaan met verschillende vormen van geweld? Hoe herken je het? En hoe ga je ermee om? Een andere uitdaging, welke ook tijdens de tweede dag van deze summit aan de orde is gekomen, is de mentale gezondheid en suïcide. Wat drijft kinderen, jongeren, ertoe om suïcide te plegen? Wij als ouders, verzorgers, beleidsmakers, leerkrachten, kortom, een ieder die dagelijks direct of indirect met kinderen te maken heeft, komen samen met onze kinderen ook voor uitdagingen te staan. De belangrijkste vraag blijft toch nog steeds: hoe maken wij onze kinderen weerbaar tegen alle uitdagingen die op hun pad komen? Er bestaat geen eenduidig en specifiek antwoord op deze vraag. Wat wij gezamenlijk wel kunnen doen, is ervoor zorg dragen dat wij onze kinderen die kansen bieden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs zei dat de kinderen hoop mogen hebben voor het onderwijs in de toekomst. De bewindsvrouw adviseerde de kinderen om zo vroeg mogelijk een keus te maken wat zij later willen worden. Ferrier geeft verder aan dat er enkele zaken binnen het onderwijs veranderd zullen worden. Want een van de dingen die we nu al gaan veranderen is het inspectieapparaat. En de inspectie die wordt nu getraind en ze krijgen als stap 1 een survey houden onder de kinderen. Wat vind je van je leerkracht? Wat vind je van de stof? Wat vind je, begrijp je? En op basis van die survey van die onderzoeksresultaten moeten zij dan de leerkracht gaan inspecteren, ook de omgeving. En dan moet de inspectie een rapport maken en dat rapport gaat aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderwijs. Niet meer het ministerie. Inspectie wordt een zelfstandig apparaat. Dus we zijn heel kritisch, maar jullie inbreng is verschrikkelijk belangrijk. En ik ben blij met die feedback. Nogmaals, we gaan luisteren en we gaan de directies ook aangeven om te luisteren. Voor mij als persoon blijft het kind centraal staan. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak vanmorgen bij de herdenking van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Deze is gehouden in de congreshal en wordt afgesloten met een wandelloop en een festival op het Onafhankelijkheidsplein.